Vind jij nu echt dat jij zo midden van de straat moet parkeren? Dat is erover, hè. Was dat erover? En dat is nog wat vuil. Ik heb hem ook niet gewassen. Ik moet er iets inschrijven. Het is de mijne niet. Vanaf die peel, man! Wat gaat jij doen eigenlijk? Wel, we zijn hier voor de opnames van de show van Het Lichaam van Koppes. Ik heb daar al een paar experimenten voor gedaan, samen met Andy Peelman en Laura Tesoro en ook wat anderen. En nu is dus de show die wordt opgenomen. Is daar de bv-ingang? Ik weet dat niet, Jan. Ik heb gewoon een sms gekregen dat ik naar de achterkant moest komen. TV Bastards Studio 1. Ik denk dat die is. Er wordt gestofzuigd. Mos, zeg, dank u wel. Check het. Waarom heeft hij een loge? Omdat hij speciaal is. Oké, let's go. Nee, dat is voor na het programma. Wat gaat je doen eigenlijk? Ik probeer er iets van te maken. Nou, echt waar. Dat is toch zonde dat die koppersmannen nu hun kleren aandoen voor dat programma. Meneer. Ja. Hallo, hallo. Wat moet jij doen eigenlijk vandaag? Ja, wat moet ik doen? Ik blijkbaar in de studio zitten tijdens een aflevering. Ik dacht eigenlijk gewoon dat de viewing was van die aflevering dat we gemaakt hadden. Ik kom van de meet en greet, dus hier bij je staan. Het gaan weer van die wetenschappelijke vragen zijn zeker dat je mij gaat stellen. Ja, dus de stelling van Pythagoras. Midden van nu? Ja, nee, ik weet dat wel. Ja, zeg het dan. Nee, hoe zeg het dan? B kwadraat plus C kwadraat. De wet van Archimedes? Dat weet ik echt niet. Dat gaat zo tof worden, dat eerste filmpje. Ja? In die ton, als je dat ligt af te zien. Dat is zo grappig. Ik heb wel naakt in een ton gezeten voor de aflevering, dat is wel waar. Lichaam ons amuseren. Sam, amuseren. Ik ga mijn best doen. Ah ja, foto gaan we halen. Dus het heeft geen zin om een uur te wachten. Maar dat is geil. We zien wachten. Andy, succes. Hey, dank je. Dank je. Welkom bij het Lichaam van Koppes. Alle mannen! Dit was mijn vriezen! Dit was mijn vriezen! Eens en voor altijd, mannen blijven betere jagers. Ja, maar raakt ze niet, want als ze pijn hebben, beginnen ze te zagen. Zeg, ik vond u nog grappig eigenlijk in die filmpjes. Ja, we hebben er dan toch iets van gemaakt. Ik sta vast een beetje content van uw gasten. Van mijn gast, ik ben ongelooflijk dankbaar dat Sam is langsgekomen naar de Ardennen. We waren eerlijk gezegd ook een beetje bang. Waarom? Ja, ik ben wel bang omdat je weet niet of je dat tof gaat vinden, pijnlijden. Ah, ja, nee, maar ik had snel door dat je een keitel.